Meijer Special Equipment en Griptech hadden op de CeMAT een heuse straat tot hun beschikking. Hier toonden ze samen met Orlaco, de Nederlandse fabrikant van camerasystemen, hun noviteiten. Zoals altijd trokken de bekroonde rollerforks veel publieke belangstelling. Maar er was uiteraard nog veel meer te zien. Nou, we staan op de CeMAT omdat wij een heleboel innovatieve voorzetapparatuur voor heftrucks hebben te laten zien. We hebben een hele nieuwe productlijn voorverstellers waarbij de verstelcilinders integraal in de geleidingsprofielen geïntegreerd zijn. Dat betekent dat de cilinders niet meer beschadigd kunnen worden tijdens de inzet. We hebben beter doorzicht en de voorwaarmade is gereduceerd. Dus het restraagvermogen van de heftruck is ook geoptimaliseerd. Op basis van de geleidingsprofielen met integrale cilinders hebben we ook een nieuwe innoverende dubbele voorversteller ontwikkeld. Waarbij de cilinders dus beschermd in de profielen liggen. We hebben een maximale doorzicht en geen gevoelige gasdrukveren, maar gewone drukveren die de vorken op afstand houden. En we hebben een voorbouwmaat die de beste ter wereld is met 117 mm voor een 3 tons apparaat. En daarmee kunnen we in vergelijking met andere apparaten 100 kg per pallet meer tillen. Verder hebben we op ons gebied van de reachvorken, de Kooi reachvorken, dat hele bekende merk, een aantal noviteiten. Ten eerste hebben we een integrale slijtstrip in de buitenvork geïntegreerd. En we hebben een nieuwe triplo vork die in twee stappen uitschuift en de lengte bijna kan verdubbelen. We vallen van 1200 mm ingeschoven tot 2,5 meter of 2,40 meter uitgeschoven. En dat is dus de toepassing om dubbeldiep te stapelen in magazijnen of vrachtwagens eenzijdig te laden en te lossen. We hebben een nieuwe vorkversteller die speciaal ontwikkeld is om kleine pakketten die in de container aan de zijkant tegen de wand staan, links of rechts, op te nemen. Dat betekent dus dat de vorken tegen elkaar aan helemaal van links naar rechts gesteld kunnen worden. De last kan zo opgenomen worden, naar het midden versteld worden en de heftruckchauffeur kan wegrijden. Hij hoeft niet af te stappen om vorken te verstellen. Dit gaat gewoon hydraulisch vanaf de bestuurdersplaats. Deze vorksteller kan ook met reachvorken uitgevoerd worden en daarmee is de lengte ook nog variabel. We hebben nog een noviteit en dat is de Roller Push-Pull. Dat is een combinatie van de MSE rollerforks die bekend zijn voor het palletloos laden van de waren. En die is dan gecombineerd met een push-pull en een klembek waarmee dus ook de slipsheets opgenomen kunnen worden. Deze plaat is gedeeld en de vorken kunnen dus ook in de breedte versteld worden. Verder kan hier veel sneller mee gewerkt worden dan met een push-pull. Een ander product is de Double Height Shift. Dat zijn twee vorken die parallel naar boven en naar beneden beweegd kunnen worden en die gebruikt worden als extra hefhoogte in probleemgevallen waar de heftruck onvoldoende hefhoogte heeft of de rekken bij de klanten, magazijnstellingen omgebouwd worden en dat dus 30, 40, 50 centimeter extra hefhoogte nodig is. De maximale hefhoogte is 1400 mm extra. En het grote voordeel is dat de bouwhoogte en de doorrijhoogte van de heftruck blijft zoals bij de originele truck. Nou, het bijzondere van de manueel verlengbare vork is dat als de heftruckchauffeur afstapt, hij de vorken heel snel in lengte kan veranderen. Hij drukt twee knoppen in met zijn hand en kan direct de vork in de goede lengte stellen. En hij zit ook automatisch vast en heeft altijd de verlenging bij zich. Het heeft natuurlijk iets meer werk nodig dan de hydraulische vork, maar voor die gevallen waar het niet zo vaak nodig is, is dit de ideale oplossing.